Goedemorgen zondezorg en welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en we starten weer een nieuwe weekvlog. Kijk even dit zonnetje. Ik sta prima hier. Ik weet niet of jullie me heel goed kunnen zien. Maar ik ben alweer op, bij Dal Station. Ik wacht nu op de bus. Ik kom net uit Almere en ik had net een meeting terwijl ik in de trein zat. Dus vandaar dat ik nog niet de vlog kon beginnen. Maar ik sta nu lekker te wachten in het zonnetje. Ik moet wel bijna een half uur wachten voor de bus. Maar ja, welkom in het dorp, hè? Dat gaat gewoon zo. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Het was zo gezellig. Vorige week vlog kon je zien wat we hebben gedaan. Ik heb niet heel veel gevlogd, maar wel een kleine impressie. En nu ga ik lekker YouTube kijken terwijl ik hier sta te wachten in het heerlijke zonnetje. En vandaag moet ik wat foto's maken. Ik moet een reels maken voor MS mode, want die kleding is binnengekomen. Superleuk. Mijn moeder heeft al foto's toegestuurd. Dus dat moet ik vandaag doen. Foto's voor Lofies maken. Wat moet ik nog meer doen? Nog een make-up look voor Mac ga ik vandaag doen, want dan hoef ik hem morgen niet te doen. Want morgen ga ik naar Joyce toe. Dus dat ga ik dan nog even doen, want morgen moet die make-up look online. Dus ik heb zo'n leuke planning. Ik hoop dat vandaag pakket voor Naked binnenkomt. Zodat ik die morgen met Joyce kan fotograferen. En anders moet ik dat woensdag doen. Want donderdag ga ik weer aan het werk. Dus daarom had ik net ook die meeting. Zodat we even werden voorbereid over weer naar werk gaan. Wat gaan we doen? Wat is er anders? Weet je, alles weer even doorspreken. Voor de mensen die het niet weten. Ik werk als MAC make-up artist in de MAC counter. En superleuk. Super veel zin om weer aan het werk te gaan. Oh. Heerlijk. Ik zit al sinds half december thuis, dus het mag wel weer een keertje. Dus dat is een beetje de planning. Ik neem jullie gewoon weer mee, net als vorige week. En ik moet ook nog de vlog editen van vorige week. De vorige week vlog editen, want die wil ik ook morgen online hebben. Dus ik, lekker drukke planning, maar wel leuke dingen. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik heb make-up op mijn gezicht. Ik was even RuPaul kijken. Toen heb ik me gelijk even opgemaakt en nu heb ik al mijn spullen van dit weekend uitgepakt, in de was gedaan, alles wat je moet doen op de plek gelegd in ieder geval. Zo, ik heb hier mijn items liggen die ik van MS Mode heb ontvangen voor een nieuwe samenwerking voor content op Instagram. En we gaan ze even doornemen. Ik heb deels zelf uitgezocht en deels heeft degene met wie ik dan contact heeft nog wat dingen bijgedaan op te sturen en ik vind het heel leuk. Vooral deze. I love. Een zebra jurkje. En je kan dan dit dicht doen. Maar als ik het open doe is net iets meer cleavage. Kijk maar hoe schattig. Helemaal zo'n leuk ruffle jurkje. Ik vind dit helemaal geweldig. Ik heb eigenlijk altijd alles in maat 44. Ja, ik vind dit heel leuk. Ja, I love it. Dan heb ik ook dezelfde in deze okergele kleur. En ik draag eigenlijk nooit okergeel. Het is niet een kleur die ik heel snel, waar ik heel snel naar neig, zeg maar. Maar ik vind het wel echt een heel mooi jurkje. Met van die ruffels en ook dit. Dus ik denk dat dit echt wel een heel leuk jurkje is voor ook weer de zomer. Ik ben heel benieuwd hoe het staat, ook met mijn haar en zo. We gaan het zien. Dus okergeel is nooit de kleur waar ik zelf voor zou kiezen. Maar als ik dit jurkje zo zie, word ik wel enthousiast. Dus dat vind ik heel erg goed. Dan, oh hier ben ik ook heel benieuwd naar. Een roze jurkje. Wat een leuk ding. Oh, dit lijkt heel erg op een jurkje die ik heb van Another Stories. Heel leuk dit. Ja, hier hou ik van. Goede kleur roze. We houden van een goede kleur roze. En dat is deze hier met zo'n knoopdetail. En verder aan de onderkant zo'n ruffeltje. Ik vind deze echt heel leuk. I love it. Ja, dit vind ik helemaal top. Helemaal gezellig voor de zomer. Zelfs met zo'n groene haarband. I love. Dan, ik heb een samenwerking gehad met MS Mode. Waarin ik, de foto heb ik daarvan ook op Instagram gestuurd. Dat ik de hele, of een deel van de studio collectie die nu online staat, op de foto heb gezet. En die foto's komen ook op de website. Dus dat is heel erg leuk. Ik kan wel eigenlijk gelijk even checken of die, waar is mijn telefoon? Of die foto's op de website staan, maar ik zie even niet waar mijn waar mijn telefoon is. Ik ga gelijk even kijken of de foto's op de website staan.
Want ik zag wel dat ze... Moeten jullie nou echt met de tuin bezig? Nee, de foto's staan nog niet op de website. Maar ze zijn nu wel helemaal de collectie aan het promoten. Dus waarschijnlijk komen de foto's wel dan snel op de website. Maar het was super leuk. Maar ik had dus dit shirtje die ik nu in het wit heb, heb ik toen in het zwart gekregen. En die vond ik zo chill en zo lekker. En nu heb ik hem in het wit. Dit is gewoon zo'n tanktop met zo'n schoudervullingje. Super leuk. Maar gewoon helemaal een fijne basic. Dus die. En die heb ik dus al in het zwart, maar nu ook in het wit. En hier ben ik echt heel erg blij mee, want je kan dit met gewoon letterlijk alles aan. Dus dat is ideaal. Dan nog een jurkje. En deze vind ik ook heel leuk. Het is totaal wat anders dan... Deze heb ik ook zelf uitgezocht. Totaal wat anders dan dat ik ze normaal zou doen. En nu ik hem in het echt zie, vind ik hem ook mooier dan op de website. En dat is helemaal dit soort van bohemian jurkje met een verschillende printjes. Helemaal schattig dit. Oh, ik vind dit echt een heel leuk ding. Echt heel erg leuk. Kijk, helemaal die leuke printjes en helemaal ruffeltjes. Helemaal een beetje bohemian. Ja, ik vind dit fantastisch. Oh, deze vind ik echt heel leuk. Gewoon sommige dingen kun je zo verrassen. Daar word ik zo blij van. Deze, oh, ik zal het gewoon eens even alle prijzen opnoemen. Dit jurkje, 40 euro. De tanktop. Wow, 22. Ik rond even alles af hoor, want het staat allemaal 99, maar... deze is 35, dus dan is de zebra ook 35. Toch, zeg ik dat goed? Ja. En dat roze jurkje is ook 35. Dus allemaal hele chille prijsjes ook. Dan heb ik nog twee rokken en dit zijn van die overslagrokken. Die vind ik ook helemaal fantastisch. Zit heel goed zo. Deze zijn 30 euro. En dit is een hele leuke panter. En die heeft ook een hele mooie... Laat ik hem goed zien. Ja. Die heeft ook zo'n ruffel een beetje aan de voorkant. Een mooie overslagrok. Lekker in de taille. Ik denk dat hij net een beetje over de knie komt. Dus dat is wel heel erg mooi. En ik vind deze ook zo leuk. Oh. Ik word hier heel erg blij van. Deze ziet er wel echt heel groot uit. Maar het is gewoon een 44. Maar deze is wel echt heel groot. Dus die moet ik misschien even drie keer omslaan. Maar dat is deze. En ik vond dit bloemenprintje gewoon echt heel leuk. Helemaal gezellig. Maar hij ziet er zo groot uit. Oké, okay, nou ja, moet ik even aanzien. En ja, superleuk. Helemaal blij mee. En dat... Oh nee, ik heb nog één. Die zat helemaal verstopt tussen alle items. Nog een rokje, ook van de Studio Collectie. En deze is 30 euro en deze vind ik ook heel leuk. Want hij is gewoon zo lekker vrolijk. Weet je, gewoon helemaal zo'n leuk, gezellig bloemenprintje. En gewoon een lekker kort rokje, dat vind ik ook heel erg chill. Daar ben ik helemaal van de laatste tijd. Dus deze vind ik ook heel erg mooi. Dus ik ben weer mega verwend door MS Mode. Dankjewel als jullie dit zien. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga hier vandaag ook een Reels mee maken. Moet nog even kijken of ik dat buiten wil gaan doen of binnen. Maar buiten is een beetje lastig. Want we zijn bij ons de tuin aan het verbouwen. Want ik dacht, anders wil ik het op een leuke manier in de tuin doen. Maar ze zijn aan het verbouwen. Dus dat is een beetje lastig. Of ik ga het binnen doen. Maar ik zit een beetje met ruimte, licht. Dus dat ga ik even kijken. Ik ga eerst in ieder geval even alles passen. Kijken of alles goed zit. Hoe ik wat kan combineren. En dan kan ik daar even een leuke reel van maken. Ook ga ik een foto maken voor Lovies. Vlog editen, ratata, ratata. En ik moet nog lunchen zometeen. Maar ik ga eerst lekker even alle items passen. Willen jullie items aanzien? Volg mij zeker op Instagram, Sascha Wittenberg. Dat is gelogen, want het is Saslooks met dubbel S. En dan vind je mij op Instagram. Ga me zeker volgen. En dan laat ik ook alle items aanzien van MS Mode en de reels en foto's. Dus dat gaan jullie allemaal zien. Want morgen ga ik ook foto's maken met... Joyce, collega's van mij. Dus dan komen ook deze MS mode items op de foto. En ik hoop stiekem dat Naked nog binnenkomt vandaag. Denk het niet. Ik denk dat hij morgen binnenkomt. Dus dan wordt het MS mode shooten. Maar dat is ook belangrijk. Dus let's get started. Oh, vandaag is echt zo'n dag waarin alles fout gaat. Ik ging de vaatwasser uitpakken. Ik liet een bakje vallen. En dat bakje was helemaal kapot. Dat was een stenen bakje. Dus ik moest lekker helemaal gaan stofzuigen.
toen ging ik net lunchen, had ik lekker koffie gezet. Liet ik de melkopschuimer met melk erin op de grond vallen en heel de vloer was melk. Toen moest ik dat opruimen en nu ben ik dus foto's proberen aan het maken. En ik moet van die flatlay foto's maken. Maar het lukt nog niet echt. Het wil gewoon niet lukken. En dat is vet irritant. Maar ja, I'm gonna keep positive. Ik had lekker muziek op staan. Ik ga toch boven proberen foto's te maken, want hier beneden lukt het niet. In de tuin lukt het al helemaal niet, want er was heel veel zon en dat was gewoon te heavy. Dus nu ga ik maar boven even kijken of ik daar wat kan maken. Maar ja, ik doe gewoon het beste wat ik kan. Meer kan ik niet doen, hè. Zo is het gewoon. Maar oh, het is echt zo'n dag waarin alles gewoon net het fout gaat. Zo irritant. Oké, de reels, stukjes, dingetjes staan erop, dus die moet ik nog aan elkaar editen. Voor MS-mode, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga nu even al mijn outfitjes klaarleggen voor morgen, die ik samen met Joyce wil gaan shooten. Dus in ieder geval even alle lookjes, zeg maar. Dan... Oh ja, de flatlay-foto's zijn ook gelukt. Waar ik nog wel struggle mee had. En ik moet alleen nog voor Lovie zijn aanbeeld. En ik kan het trouwens nu wel zeggen. Want het zijn bikinis. Superleuk, ze zijn super mooi. Maar ik vind het wel moeilijk om ze te fotograferen. Vooral omdat het buiten gewoon geen weer is voor bikini. Dus ik moet het binnen doen. Ik heb in ieder geval de flatlay foto's heb ik gemaakt. Ik moet alleen nu nog even een leuke aanfoto hebben. Dus daar ga ik nog even over brainstormen hoe ik dat echt perfect wil. Dus die ga ik nog niet vandaag doen. Hij moet woensdag online, dus ik moet het sowieso woensdag morgen gaan doen. Dus dan doe ik het morgenochtend. Ja, want ik heb nu ook... Mijn haar is gewoon niet heel lekker. Het is een beetje vettig. En ik denk dat ik het wel heel mooi vind om mijn haar te krullen. Dus dan ga ik morgenochtend gewoon... vanavond ga ik mijn haar wassen en zo. Dan krul ik morgen mijn haar en dan ga ik dan die foto's voor Lovies maken voor het aanjot, zeg maar. Dus outfits klaarleggen. Dan ga ik eigenlijk wel iets sneller dan dat ik dacht. Maar ik moet natuurlijk nog de reel in elkaar zetten. Ik moet nog een make-up look doen voor Mac. Oh, dat moet ik nog doen. Nou, in ieder geval hè, genoeg te doen. Dus ik ga denk ik dan eerst maar dingen klaarleggen voor morgen. Make-up look voor Mac doen. En een wasje draaien. En daarna alles editen. Dus zoals de vlog en weet ik het allemaal. Ik denk dat dat het makkelijkste is. En nu hoor ik je denken, wie is deze meid? Ik heb mijn lookje voor Koningsdag. Team Day heb ik erop zitten. Ik ben er very content mee. Ik vind het heerlijk. Ik vind het ook zo lekker, want in mijn dagelijks leven draag ik gewoon niet heel veel glam en make-up. Want het heeft gewoon niet heel veel zin ook. Want ik ben in mijn kleding altijd heel kleurrijk, heel veel. Dus dan vind ik make-up heel lekker om mijn make-up gewoon natural te houden. Maar ik vind het ook heel lekker om voor werk mijn make-up gewoon lekker glam te doen. Dus ja, heel blij mee. Ik ga hier even een selfie voor maken. Daarna lekker mijn make-up eraf halen. En morgen moet die selfie gewoon op mijn Instagram story. Dus niet heel spannend. Maar het moet wel gedaan worden. And I love my skin. Gewoon lekker glowy, subtiel. I love it. Dus ik ga even foto maken. Gedoucht, haar gewassen, want voor morgen wil ik wel even mijn haar gewassen hebben, zoals ik al zei. Dat was een beetje vettig. Ik wou iets zeggen, ik weet het niet meer. Oh ja, morgen ga ik heel misschien samen met Joyce naar Utrecht. Ik zou sowieso wel naar Joyce komen, maar waarschijnlijk gaan we nu ook naar Utrecht toe. Want zij moet er wat ophalen voor wat ze voor werk moet doen. En dan kunnen we gelijk er foto's maken. De lieve dochter Teddy gaat er waarschijnlijk mee. En dat is heel erg leuk. Maar ze moet nog even goedkeuring hebben. Dus het is nog niet zeker, maar het zou wel echt super leuk zijn. Ik love Utrecht. Tijdje ook al niet meer geweest. Dus dat lijkt me echt heel erg leuk. Nu ga ik even lekker crème opdoen. Want dat is wel even fijn. En ik heb bijna alles gedaan. Ik heb dus die look voor Koningsdag. Voor morgen.
Dat heb ik gedaan. Wat heb ik nog meer gedaan? Nee, al die dingen. Alleen nog niet het aanshot van Lofi's. Maar dat ga ik dus morgenochtend doen. Ik ga zo de vlog editen. Daarna moet ik waarschijnlijk koken. Want mama en ik hebben elke week HelloFresh. Dus dan gaan wij lekker koken. En... ja, dat eigenlijk. En daarna vanavond weer verder. Ik ga vanavond samen met mama de finale van Glow Up kijken. Helaas is mijn lieve schatje Bjorn in de halve finale afgevallen. Maar er staan nog steeds 3 hele goede kandidaten in de finale. Dus dat gaan mama en ik vanavond kijken. Staat dat de hele dag op Videoland. Ik moet echt heel het inhouden. Dus dat ga ik lekker doen. Ik ga mijn skincare verder doen. Mijn body lotion is lekker aan het intrekken op mijn benen. En dan ga ik aan de slag. Nog even doorknallen. Oh my god. Het is inmiddels al 8 uur geweest. Ik heb weer make-up op. Maar op een gegeven moment, ik was boven. Want ik moest wat, even wat wegbrengen. En op een gegeven moment dacht ik, fuck, er is goed licht. Dus heb ik foto's voor Lofi's gemaakt. Volgens mij zijn ze heel tof geworden. Dus dan heb ik die er in ieder geval op staan. Happy mee, blij mee. Dus dat is helemaal top. Nu ga ik nog wel even mijn haar glad feunen. Want dat vind ik wel chiller. En daarna de video edit. Het is gelukt om alle bestanden op mijn laptop te krijgen. Ik heb de reels geëdit en geplaatst voor MS mode. Ik heb Glow Up gekeken, zei mijn moeder. Superleuk. Marley heeft gewonnen. Echt schatje. Love it. Zo goed en getalenteerd en helemaal... ik ken haar niet eens, maar ik ben helemaal trots. Lekker gekookt, zei mijn moeder. HelloFresh. We hadden een soort zoete aardappelcurry. En ja, dus ik ga nu even mijn haar doen. En daarna moet ik dus de vlog gaan bewerken. Als ik hem morgen online wil hebben. Dus, maar ik dacht opeens, oké, make-up erop. Snel. Foto maken. Volgens mij is het dus gelukt. En ik ben toe aan koffie. Oh my god. Jeetje. Ik zag wel dat er een paar bestanden zijn niet opgeslagen. Of die kreeg ik niet op mijn laptop van mijn camera. Dus dat vind ik wel echt even heel kut. Dus ik ga even kijken wat ik dan mis in de vlog van die jullie al hebben gezien. Maar ja, ik ga mijn haar feunen. Mijn haar is gefeund. Nu ga ik naar beneden. Vlog editen. Lekker koffie drinken. En jullie zien mij morgen weer. Ik ga verder vanavond niks vloggen. Want ik ga verder niet heel veel spannende dingen doen. Morgen ben ik dus met Joyce en Teddy. Gaan we naar Utrecht. Het gaat door trouwens. Vet leuk. Dus ik ga ze zo appen hoe laat Joyce ongeveer hier wil zijn. Waarschijnlijk mooi vroeg in de ochtend. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dus ja. Yeah. Let's go. Hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Zoals je ziet heb ik lekker de krul in mijn haar. Heb ik me al aangekleed, make-up gedaan, alles. Het is nu 8 over 8. Joyce zou hier eigenlijk om 8:30 zijn, maar ze appte net dat ze iets later is. En dat vind ik helemaal niet erg. Want nu kan ik gewoon even wat eten. Ik heb al mijn spullen gepakt. Ik heb alvast 1 outfit aan. Het is niet heel koud, dus ik ga gewoon met blote benen nu. En ik heb er wel even deze trui eroverheen gedaan. Ik heb verder de outfits. Ik zit alleen nog even bij eentje dat ik denk, qua tas... wat ik ga doen. Dus nou ja, daar zit ik in ieder geval voor na te denken. Dus ik ga even dit allemaal, de koffer even lekker dicht doen. Ik neem altijd een koffer mee, want die rolt mee. Dus dat is veel chiller dan dat je helemaal zo'n zware tas moet tillen. Ondertussen is mijn video nog steeds aan het exporteren. Ik heb het gisteravond, heb ik hem helemaal geëdit, heb ik hem helemaal afgemaakt. Maar exporteren duurde zo lang en ik was zo moe. Dus het zou echt tot 1 uur 's nachts ongeveer gaan duren. Ik dacht, ja, joe, ik zet hem lekker op de grond en ik zie het wel. Was natuurlijk niet gelukt. Dus hij is nu weer aan het exporteren. Dus hij gaat waarschijnlijk niet vandaag online. Ik weet niet of ik dat ga redden. Misschien ben ik nog weer op tijd terug samen met Joyce vanuit Utrecht. Dat ik hem dan nog kan uploaden voor vanavond of eind van de middag. Dat moet ik nog heel even zien. Dus ik ga het allemaal even klaarmaken, even ontbijten. Ik heb mega honger, koffie drinken. En dan zie ik Joyce en Teddy weer. Oh, jullie gaan denk ik ook Teddy even zien in de vlog. Teddy is mijn schatje. Joyce is natuurlijk ook mijn schatje. Maar ik voel me altijd over Teddy voel ik me echt een tante. Vind ik zo leuk. Zo'n lievertje. Dus ik ben heel benieuwd naar vandaag. Weet je, Naked komt woensdag.
ik ben heel blij dat ik het mag ontvangen natuurlijk. Maar waarschijnlijk, er is weer wat gaande. Maar waarschijnlijk moet ik donderdag gewoon werken. Tot zaterdag. En zondag moet ik alle foto's ingeleverd hebben om te plaatsen. Dus dat is een beetje een dingetje. Maar ja, tussen 2 en 6 kan het komen. Hopelijk komt het dan echt 2-3 uur. Want dan heb ik nog gewoon genoeg tijd om zelf foto's te maken. Dus dat gaan we zien. Ja, goed verhaal. Ik ga lekker deze shizzle regelen. Ik ben nog steeds even aan het wachten op Joyce. Ik heb lekker ontbeten. Het exporteren van de video is gelukt. En hij is bijna geüpload op YouTube voor vanmiddag om 4 uur. Dus ik hoop dat hij dat nog net gaat redden. Dat ik hem in ieder geval dan net erop heb staan. Dat zou heel erg chill zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Joyce er binnen nu en 10 minuten is. Dus er staan nog 7 minuten dat hij moet. Soms wat korter, soms wat langer. Dus ik wacht het even af. Maar het zou heel chill zijn als ik hem nu kan uploaden. Ik ben hier in Utrecht met Teddy. Hi! En met Joyce. Wij hebben al een foto gemaakt. Wat hebben we nog meer gedaan? Zijn we de Maxstore geweest voor Joyce. En nu tweede foto en dan vind ik het helemaal goed. Helemaal geen zin meer. En Teddy heeft een lekker soepje gehaald. Lekker tomatensoepje. Met brood. Met brood. Ja, dat moet er wel even bij vermeld worden. Nee, dus het, oh, maar dit weer, dit is toch niet normaal. Ik vind het heerlijk. Wij genieten nog even. Foto erop knallen. Joyce en ik nog even wat eten halen. En dan zit Utrecht er alweer bijna op, denk ik. En dan ga ik naar papa toe. Kingsday, ga jij naar je papa toe, hè? Kingsday 2021, yes. Yes. Very bruisend, yes. Very bruisend. Maar het is eigenlijk bizar, want we zijn gewoon midden in hartje Utrecht, maar het is echt heel rustig. Er is ja, mensen die eten afhalen, maar verder echt helemaal niks. Dus dat is, maar ja, ik vind het niet erg, ik klaag niet. Dus we gaan even de foto erop knallen en dan verder even wat eten en zo. Ik ben weer, zoals je ziet, op mijn kamer. Het was super gezellig. Het was zo leuk met Joyce en Teddy. Echt mijn schatjes. Dus het was echt heel erg leuk. Waarom 6:30 zo ongeveer alweer thuis? Het is nu rond 4:50. Ik heb echt even helemaal zo'n lui dag. Gewoon helemaal. Dat ik gewoon nergens zin in heb. Gewoon, of nou ja, nergens zin in heb. Dat niet, maar gewoon lekker lui. Dat je niet zoveel uitvoert, weet je wel. Ik heb wat kleding even een beetje opgeruimd. Even een beetje opgehangen. Een beetje rotzooi gemaakt. Ik ga ze even mijn beddengoed afhalen. Want dat moet ook natuurlijk gewoon gebeuren. En dan ook mijn bed weer opmaken. Ik heb net video is net online gegaan. Super leuk. Dus ik ben heel benieuwd hoe mensen erop gaan reageren. Want het is natuurlijk weer een vlog na een hele lange tijd. Verder. Ik wou volgens mij iets zeggen. Ik weet het niet meer. Ik heb nog even buiten gezeten. Even lekker. Even wat. Gewoon heel eventjes. Maar ik was natuurlijk al de hele ochtend samen met Joyce en Teddy buiten. Maar het is natuurlijk al heerlijk weer. Maar we zijn bij ons in de tuin bezig, dus ik kan niet heel lekker in de tuin zitten. Dus dan zit ik daar ook niet rustig. Nu ga ik even verder met mijn kamer. Nog even een beetje de laatste dingetjes, een beetje ordenen. Een beetje, wat ik al zei, beddengoed en zo verschonen. En verder niet veel doen. Vanavond gaan mama en ik koken, weer HelloFresh koken. Het is helemaal prima, helemaal gewoon chill. 2 foto's gemaakt vandaag voor MS-mode, dus dat is heel erg chill. Morgen de foto's voor Lovies online. Morgen komt Naked pakket binnen. En dan moet ik gelijk, wanneer het pakket binnen is, ook foto's maken. Dus daar moet ik me morgen even mentaal voorbereiden. En nog even een meeting morgenochtend voor Mac. Nou ja, heb ik gelijk weer even helemaal planning door besproken. Helemaal gezellig. Ik ga lekker even mijn beddengoed afhalen. Even gewoon... Mijn haar waarschijnlijk even een knip dat het uit mijn nek is. Want dat kan me soms echt aan irriteren. Goed verhaal dit, Sas. Goed verhaal dit. Oh, zien we eruit. Oh, zoals ik al zei, is het echt gewoon niet... Gewoon, ja. Gewoon een beetje... Dus al vanochtend was zo leuk. En dan kom je thuis. Maar het is meer vooral dat ik echt heel erg moe ben. Dat is het vooral. Ik ben echt helemaal gesloopt op een of andere manier. Ik heb net even wat dingen uitgezocht voor Naked qua code en zo. Want ik was heel die mail kwijt. Dus het was even flink zoeken.
Maar ik heb het gevonden, het allemaal gelukt. Ik moest dat heel even weten. En wat ze nou van mij verwachten. Verder gaan we zo patatjes eten. Mijn moeder zei, heb je zin in koken? Of gaan we een frietje eten? Ik zeg, frietje. Ik heb vanochtend en vanmiddag toch wel slecht gegeten. Ik kan er ook nog wel bij. En ik heb zondag ook al friet gehad. Maar ja, weet je. Gewoon, ik leef mijn leven. Maar wat we nu moeten koken duurt een uur van HelloFresh. En daar heb ik echt geen zin in als ik me al voel. Dus dat gaan we morgen doen. Want dan moet het sowieso gedaan worden. Dus dan, weet je, dan is het ook een moedje. Dan vind ik het ook nooit zo erg. Nu ben ik lekker YouTube aan het kijken. Mijn video staat dus online. Ja, ik weet helemaal niet waarom ik tegen jullie aan het lullen ben. Ik ben helemaal onzin aan het lullen. Dus ik ga me stoppen. Ik ben wel echt benieuwd naar morgen. Naar de items van Naked, of ze passen. Als ze binnen zijn, moet ik even een story ding maken. In ieder geval sowieso één foto. Dus stel, het komt rond 3-4 uur binnen. Dan moet die ene foto sowieso wel lukken. Dus dat is geen probleem. En ik hoop dat de foto's van Lovies morgen wordt goedgekeurd. Maar dat gaan we zien. Ik heb ook echt een hele vlog om onderkin. I hate it. Maar ja, weet je, het is gewoon mijn kin. Het is gewoon van mij. Ik ga stoppen. Ik ga zo frietje eten. Dit is zo niet gezond voor jullie. Good morning. Het is vandaag... Welke dag is het vandaag? Woensdag. Er staat een kar van Estée Lauder staat aan. Maar ik dacht, ik wil wel heel even vloggen. Want mijn hoofd zit niet helemaal bij die kar van Estée Lauder. Van werk is dat. Want gisteren was ik natuurlijk met Joyce en Teddy. Maar hun zijn beide heel erg verkouden geworden. Dus die gaan vanmiddag laten testen. Ik heb zelf echt nergens last van. Ik voel me dezelfde zoals altijd. Ik heb zelfs geen loopneus. Ik heb zelfs geen... niks. Dus ik heb echt nergens last van. Kan nog komen, hè? Ik zeg nooit nooit. Dus ik ga vandaag niet de deur uit. Als ik de deur uit ga, dan is het buiten. Voor eventueel een foto voor Instagram. Want ik moet die gewoon aanleveren. Dus dat is wel een beetje een ding. Maar buiten zijn mag dan wel. En ik wacht gewoon de uitslag van Joyce en Teddy af. Zijn hun beide positief getest of één van beide, dan ga ik ook laten testen. Zijn ze beide negatief en ik heb nog steeds zelf nergens last van, dan... dan hoef ik me niet te laten testen. Dus dat is heel even afwachten, even spannend. Vooral voor Joyce en Teddy natuurlijk heel erg spannend. Dus dat wachten we even af. Ik blijf gewoon verder dus binnen. Ik ga de call afmaken, maar ik dacht ik ga het gewoon even delen. Dus ik ga ook straks even mijn manager op de hoogte houden. Want stel, we gaan wel morgen de winkel in, want daar is nog een beetje onduidelijkheid over. Dan moet ze wel weten dat ik eventueel niet de winkel in ga morgen. Omdat ik mij dus misschien moet laten testen. Dus dat is even een dingetje waarvan ik ze even op de hoogte moet houden. En dat eigenlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd... Ja, ik heb echt zo nergens last. Daarom voelt het ook heel raar. Kijk, stel ik zou ergens last van hebben. Oké, maar ik wil het net met mijn vader over. Mijn vader zei, ik zou lekker de uitslag van Joyce afwachten. En daarna gaan laten testen. Want ik zat helemaal, oh my god, ik moet nu laten testen. En blablabla, weet je wel. En nu denk ik, ja, is op zich logisch dat je gewoon afwacht. Ik blijf gewoon lekker binnen. En inderdaad, ik ga alleen naar buiten als ik dus een foto moet maken. Ik moet eigenlijk ook een pakketje voor Vinted afleveren. Maar ik heb er nog een paar dagen voor... Tot de uiterste datum. Dus dat ga ik nog niet doen. Want dat vind ik gewoon te risky. Dus ik wil gewoon geen winkels inlopen. Dus ja, dat maakt even een andere wending. Maar ik ga snel weer de call in. Is nog niet zo heel lang bezig, gelukkig. Dus dat wou ik even delen. Zo begint mijn woensdag. Maar ik vind het vooral voor Joyce en Tedje gewoon echt zo heavy. En gewoon, ja... Dus ik hoop dat het gewoon allemaal goed is en dat er allemaal verder niks aan de hand is. Dat ze gewoon even verkoudheid hebben opgelopen. Wat ook heel normaal is rond deze tijd natuurlijk. Dus, maar het is gewoon zo lastig dat het gewoon nu COVID is. En dat je gewoon meteen moet laten testen en helemaal in de stress raakt. Dus dat is gewoon een beetje een dingetje. In ieder geval, ik ga er al in. Ik heb hier echt heel gevaarlijk staan. Maar
Naked is binnen en het is 3 uur. Mijn voorgevoel zei al 3 uur. Dus mijn voorgevoel vandaag is goed. Universum is met mij vandaag. En haarbanden van Funky en Fancy zijn binnen. Ik moet jullie echt even wat hoger zetten, want dit is heel irritant. Moment. Oké, het is even ietsjes hoger, niet heel veel. Jullie staan ook echt heel gevaarlijk, maar oké. Funky en Fancy. Want ik heb daar die groene haarband vandaan, zoals ik al een keer had verteld. En die heb ik nu ook in het roze en in het oranje. Oh my god. Oh, ze zijn wel heel mooi. Ja. I love. En deze ook bij dit pak. Ja, fantastisch. En deze is heel leuk bij mijn oranje saxbotsbroek. Love die. Nu ga ik Naked gelijk unboxen. Gelijk als die alles past en kijken welke outfit ik aan kan doen. Want ik kan geen dingen terugsturen. Ik zie hier een grote zak ook. Waar ga je open? Ja, waar ga je open? Neem maar even serieus. Ik doe het wel zo. Dag. Oh, deze print is veel leuker dan ik dacht. Pakket 1. Dit is een jurkje. Ik vind de print in het echt veel mooier dan op de website. Dus daar ben ik heel erg, echt heel erg blij mee. Even kijken hoor. Ja, deze is leuk. Kijk. Met dit kraagje. En dan zo, hij is wat korter. Oh, ik vind het heel erg cute. Heel schattig. Ik ben echt fan van zulke kragen. Dus ik vind dit dan ook denk ik een heel leuk jurkje om met een soort van Spencer-achtig iets eroverheen te doen. Superleuk deze. Oké, jurkje 1. Jeans. Deze vind ik heel spannend, want ik wil echt weer even een goede nieuwe jeans. Ik heb een maat 44 gedaan. Dat was de grootste die ze hadden van deze. Voor mij is sowieso 44 wel een beetje te groot wat ze hebben. Maar ik hoop echt dat deze past. Want echt, oh, jeans zijn altijd heel... Ik ben een beetje bang dat die te klein gaat zijn. Maar hij is wel heel mooi. Ik moet even de staantest doen. Hij is lang genoeg. Oh. Maar ik denk dat hij bij mijn taille wel echt strak gaat zitten. We gaan het zien. Op zich heb ik een redelijk smalle taille. Dus ik ga het straks gewoon zien. Ik ben heel benieuwd. Dan deze top. Ik hoop ook dat deze past. Want 42 was de grootste maat die ze hiervan hadden. En ik bestel dan toch altijd liever een maat 44. Kijk. Ik dacht al dat zoiets zou gebeuren. Oké. Oh, hij is wel heel pretty. Hij is heel mooi. Mouw moet goed gaan. Oh, ik denk dat dit op zich gewoon moet passen hoor. Ja, en hij heeft dan helemaal zo'n open rug die je dan moet strikken. Ja, het is wel een heel mooi topje. Heel mooi. En deze had ik dus bedacht boven die jeans. Dus ik hoop dat het een beetje goed zit. Dan nog een jurkje. Dit is van de Rianne Meijer collectie. Ik vond deze zo schattig. Dat ik dacht, ik wil dit hebben voor de zomer. Heb ik ook in een maat 44. Nou, dat moet gewoon volgens mij gewoon een goede maat zijn. Kijk dan hoe schattig. Oh, hij is wel heel kort. Zie ik nu. Heel kort. Wacht. Ik denk dat dit mij wel echt wel bijna te kort gaat zijn hoor. I mean, dit is het jurkje. Ik weet niet. We gaan het zien. Ik hoop dat in ieder geval mijn beeld eronder blijft hangen. Zou prettig zijn. Die. En als laatste nog een jurk waar ik fucking enthousiast over ben. In een maat L en in principe zou die moeten passen, want bijvoorbeeld Lovies heb ik ook altijd in een L. Dus ik denk dat dat op zich wel goed moet komen. Oh, ik ben ook heel enthousiast over deze. Deze was ook echt te duur.
Deze was voor mij 60 euro of zo. Staat er niet op. Willen ze niet vermelden met mij. Oh, ja. Ja. Dit is zo pretty. Kijk, deze print. En hij is gewoon heel lang. Echt heel lang. Ja, ik vind deze echt prachtig. En imagine, bijvoorbeeld deze met deze oranje haarband. Fantastisch. Ja, ik vind dit een heel goed jurkje. Sorry voor deze slechte filmkwaliteit ook. Oh, ja. Oké. Okay. I love it. Ik ga het passen. Ik ga ook die jeans sowieso passen. Want eigenlijk wil ik daar nu de foto mee maken. Maar we moeten even kijken. Ja. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij. Ik ga straks alles passen. Ik zie dat ik heel veel appjes binnenkrijg. Dus we moeten even kijken wat er aan de hand is. Maar, oh, wat fijn. Wat fijn dat het binnen is. Het is nu 3:05. Dus ik heb nog genoeg tijd om nu foto's te maken. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ik ga dat nu allemaal even fixen. Oké, ik heb alle kleding gepast en zoals waar ik bang voor was, is mijn camera leeg, bijna zie ik. En past de jeans niet. Ik heb de nieuwe haarband op van Funky & Fenty en ik heb die een beetje roze gebloemde jurk aan. Ik heb een bodywarmer eronder met deze jas. Nu ga ik op de fiets en dan een foto maken, even naar het centrum. Al die dingen gelijk doen. Het is nu 4:30, dus dat heb ik mooi snel al gedaan. Verder past alles. Het jurkje van Rianne Meijer is inderdaad wel kort. Maar het is nog wel te doen. Ik hoop niet dat als ik ga lopen dat hij dan omhoog zakt. Maar hij staat wel echt mega figure hugging. En voor Instagram wel echt heel pretty. Dat eerste jurkje die ik liet zien met die leuke kraag, die zit goed. Die roze top, die zit prima. Dus het was echt alleen de jeans die niet goed zat. Maar ik ga nu snel een foto maken. Ik zie dat mijn camera leeg is bijna. Dus ik ga die dan ook niet meenemen. Laat ik dan heel even hier achter. Ja, even haasten nu. Goedenavond van mijn glanzende hoofd. En Henkie. Ik heb mijn puist gewoon maar Henk genoemd. Ik heb mijn haar weer gewassen. Eigenlijk te snel. Maar ik denk dat ik het vorige keer niet goed had uitgespoeld. Want mijn haar was best wel vettig. En ik dacht, ik wil mijn haar gewoon lekker fresh hebben. Voor als ik morgen weer moet werken. Ja, ik begin om 1:00. Gelijke koopavond. Dat wordt heel pittig. Daar rijden ook nog eens bussen tussen Dalfsen en Olst. Dus ik ben 1/2 uur langer onderweg dan dat ik normaal doe. Ongeveer zoiets ruim genomen. En dus dat wordt pittig. Want dan ben ik echt pas rond 11:00 of zo een keer thuis, denk ik. En de volgende ochtend mag ik weer om 10:00 shinen. Dus om 8:00 in de bus zitten. Dus dat is heel even pittig. Maar ja, weet je, NS, Arriva, treinen, kan je niks aan doen. Nu moet ik heel even gaan uitzoeken. Hoe ik, of ik met de bus morgen naar station Dalfs kan. Want het gaat de hele dag regenen. En ik weiger om te gaan fietsen in de regen. Want volgens mij, wat ik net hoorde, was mijn vader met de auto weg. Dus kan ik niet gebracht worden. Dus dan moet ik even kijken welke bus rijdt en welke aansluiting en bla bla bla. En ik moet kijken of ik zo ga reizen dat ik om 12:00 op Apeldoorn ben. Dat ik daar even rustig ga eten, rustig ga lunchen. En een beetje dat. Of dat ik het zo doe dat ik om 10:50 op station Apeldoorn ben. En dat ik om 1:00 moet beginnen. Dus daar moet ik heel even naar kijken. Maar het ligt dus ook echt aan welke bussen en zo het allemaal lukt. Of ja, welke bus ik dan naar station Dalfs kan nemen. Dus dat wacht ik heel even. Ga ik even straks even uitzoeken. Ja, ik heb mijn kleding klaargelegd. Ik weet wat voor een lookje ik ga doen morgen. Want ik heb net een pakketje binnengekregen. Wat ik had besteld bij Push Beauty. Dat kan ik eigenlijk wel heel even laten zien. Ik ga even kijken waar ik jullie neer ga zetten. Dan ga ik het even laten zien. Hallo. Ik hoop. Ja. Volgens mij blijven jullie zo een beetje staan. Ik had dus een pakketje besteld bij Push Beauty. En Push Beauty is een soort, is een nieuwe website. Het is een beetje bougie shop-achtig. Kijk, het is gewoon een website waar ze make-up brands verkopen. Dus een beetje zo snel uitgelegd.
heb je heel veel websites van. Maar Boozy Beauty heeft net even andere merken dan dat een Boozy Shop heeft. Boozy Shop vind ik eigenlijk altijd is niet mijn favoriete website. Ook omdat ik het er een beetje klein beetje cheapy en zo uit vind zien. En niet helemaal mijn ding. Ook niet echt de producten die ik leuk vind. Maar Boozy Beauty wel. Dus ik heb twee dingen besteld. Als eerste een oogschaduwpaletje van Mellow Cosmetics. En deze kleuren zijn zo mooi. Oh. Kijk dit dan. Oh mijn god. Ik vind dit niet normaal. En wanneer ik dit een keer op heb, zal ik het even op mijn ogen laten zien. Want dit is echt gewoon helemaal prachtig. En dan heb ik ook nog wimpers besteld van Chasm Cosmetics. Nog nooit van gehoord, maar ik zag deze wimpers en ik dacht echt, yes. Want als ik naar werk ga, ben ik echt mis full glam, wimpers, alles. En in mijn dagelijks leven ben ik gewoon heel simpel. Omdat ik op werk al zoveel draag, vind ik het heel lekker om in de winkel, vind ik het, omdat ik in de winkel zoveel draag, vind ik het heel lekker om thuis gewoon bijna niks te dragen. Maar dat zijn deze wimpers. Kijk even. Ik ben heel benieuwd hoe ze mijn ogen zijn. Maar wat ik wel heel fijn vind, is wat nepwimpers heel vaak hebben, zulke grote in ieder geval, is dat die band die hier zit heel dik is. Mijn libellen. Vind ik heel moeilijk. Maar deze is heel dun. En dat vind ik heel chill. Dan heb je alsnog dat hele volume. Maar hij is niet te zwaar op je oog. Dus dat vind ik super fijn. Dus wanneer ik deze een keer ga gebruiken, laat ik het aan jullie weten. Maar ik vond het zo leuk. Ik dacht, oh, ik wil hier wel bestellen. Ik vind het helemaal gezellig. Dus Boozy Beauty, zeker een aanrader. Ze zijn een beetje upcoming. Dus volgens mij komen er nog veel meer merken aan. Maar ik zag al wel echt prachtige merken voorbij komen. Dus dat was heel erg leuk. Nu ga ik lekker op bed chillen. Wat ik al zei, die bus en alles even uitzoeken. Maar het scheelt wel gewoon echt dat ik om 1 uur moet beginnen. Dus dat is wel heel erg lekker. Ik denk dat ik dan de trein neem dat ik om 12 uur in Apeldoorn aankom. Zodat ik ook nog een beetje speling heb in stel de vertraging of stel, weet je wel. Dat is denk ik wel heel erg lekker. Dus mijn haar is ook lekker stel. Ik moet echt naar de kapper. 11 mei gaan mama en ik weer naar de kapper. Dus dan wordt mijn uitgroei weer gedaan. En dan gaat er even een puntje van af. Want dat is weer helemaal droog. Dat even weer tjaka, weer lekker recht is afgeknipt. Maar ik dacht, ik doe mijn haar lekker stijl. Morgen doe ik een pantalon aan. Mijn Zara boots. Lekkere grote oversized blazer. Met of mijn Zara body. Gewoon die hele beetje halter body die echt letterlijk iedereen heeft. Of ik doe een crop top aan. Maar ik moet nog even kijken. Ik denk die body, want die is net even iets warmer. En dan ben ik echt helemaal een ander mens. Echt, ik ga het jullie morgenochtend even laten zien. Als ik helemaal die glam erop heb. Mijn haar gewoon zo slick. En in die outfit zit. Dan ben ik een ander mens, mensen. Op werk ben ik echt de make-up artist. In mijn dagelijks leven ben ik gewoon een of andere gek fashion wijfie. Dus dat is gewoon de realiteit. Nu, ja, ik ga lekker op bed chillen. En dan zou ik dat morgen even laten zien. Verder ga ik morgen denk ik niet vloggen. Ik neem mijn camera verder ook niet mee naar werk. Want ik ga dan alleen maar onzin vloggen. Waar ik helemaal, wat gewoon helemaal geen zin heeft. Dus, ja. Dat dus. Dan zien jullie mij morgen heel even. En, ja. Joe, tot morgen. Zo, als jullie zeggen, goedemorgen trouwens, het is zaterdag. Zoals jullie net zagen was ik onderweg. Nu ben ik op station Deventer. Ik ben al een hele tijd onderweg. Maar nou, vandaag ben ik opgewekt. Ik heb dat heel vaak als ik op zaterdag moet werken. Dan ben ik gewoon lekker vrolijk, lekker. Heel mooi, mijn sas. Ik heb even een koffie, dus daarom heb ik ook mijn mondkapje af. Ik ben ook lekker aan het glimmen, zie ik. Ik zei natuurlijk nog helemaal, ja, ik ga helemaal een leuk paars ooglookje doen. Helemaal spannend. Ik had helemaal geen tijd, dus ik heb gewoon weer mijn signature lookje gedaan. Ik ga lekker van mijn koffie genieten op naar werk en ik zie jullie wanneer ik vrij ben. Dus vanavond heel misschien gaan Dylan en ik vanavond lekker sushi eten. Dus ik ben echt heel benieuwd. Veel zin in. Ik ben helemaal geen sushi meisje, maar ik heb er nu wel echt zin in. Het is inmiddels maandag. Ik hoop dat jullie me horen.
ik heb niet meer gevlogd dit weekend. We hadden zo'n chill weekend. Gewoon lekker. Zaterdag hebben we lekker sushi gegeten. Gisteren zijn we heel even de stad ingegaan. Hebben we bij Bagels & Beans op het terras een koffie gedronken. En een taartje gegeten. En verder waren we bij het gezin van Deel. Bij de ouders van Deel. Ik heb gewoon niet meer gevlogd. Het was gewoon zo'n lekker chill weekend. Dus sorry daarvoor. Maar ik begin vandaag wel weer meteen een nieuwe weekvlog. Dus bij deze wil ik hem graag afsluiten. Vergeet niet te abonneren hieronder. Vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen. En ja, te wachten op de nieuwe weekvlog. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie bij de nieuwe weekvlog.